Hallo, ik ben Joke van Nieuwenhoven. Ik ben lijsttrekker VVD van Feyenoord. De VVD, dat lijkt een partij voor rijke mensen en dames met parelkettingjes. Maar niets is minder waar. Ik sta zelf 20 jaar op de markt. Ik weet hoe ondernemers zich voelen en we willen ze ook ondersteunen in deze moeilijke tijd. We zijn ook een partij voor jongeren en wij hopen dan ook dat deze ook naar de stembus gaan. Ik zou een heel verkiezingsprogramma kunnen oplepelen. Dat gaat ten eerste niet in 1 minuut. Maar ik ben meer een persoon die tegen de problemen ziet en waar ze tegenaan loopt, die ook oppakt. Alle Feyenoorders zou ik graag willen verzoeken om naar de stembus te gaan en hun stem te laten horen en kenbaar te maken wat ze eigenlijk van ons willen, zodat we dat ook kunnen uitvoeren. Stem veilig, stem VVD en neem gezellig je buren mee. Ik ben Sjors Verhagen. Ik ben lijsttrekker van de politieke partij Feyenoord in Actie. Feyenoord in Actie wil samen met u de uitdaging aangaan om ons thuis in Feyenoord te voelen. Wij zijn een politieke partij uitsluitend voor de deelgemeente Feyenoord. Bij ons gaat het niet om landelijke thema's, maar om bewoners, organisaties en ondernemers die met elkaar samenwerken voor een beter Feyenoord. Sloop van woningen alleen als het niet anders kan. Maar we vinden vooral het onderhoud en de verbetering van woningen belangrijk. Geen grote ingrepen in de wijken. Wij staan voor het behoud en uitbouwen van het sociale leven. Bewoners mogen en moeten zelf het heft in handen nemen. Iedereen moet kunnen meedoen. Wij willen dat de deelgemeente uitvoering als zijn kerntaak opneemt en dit ook goed doet. Daarom willen we miljoenen bezuinigen op het ambtenarenapparaat. Van een deel van de bezuinigingen bekostigen we uw inbreng en participatie. Stem op 3 maart op Feyenoord in Actie. Ik dank u.